Hello and welcome to Brussels International. Christoph Coppens, the designer and milliner, held an auction of 170 artworks today. The auction was preceded by a two-day exhibition and public viewing of the objects, which were collected over 20 years of Atelier Coppens. De catalogus, daar zit een rode draad in, hè? Dus van dag 1 tot nu. En van die hele 20 jaar zitten verschillende objecten uit elke periode of elke tentoonstelling genomen. En in de tentoonstelling zelf heb ik gekozen voor een heel eclectische mise-en-scène die heel druk is en met veel lawaai en muziek en geluid en voilà. Het is vooral zo dat we nu werk tonen dat dikwijls maar heel even getoond is. Een momentopname in een tentoonstelling weet ik waar. En dat daarna gewoon terug naar het archief gaat. En dat jammer is omdat ik nooit de context vind om dat te tonen vandaag. Het is altijd het nieuwe werk dat telt. Het gaat altijd heel snel. Het ritme ligt hoog. En voilà. Dus het is een goed moment om daar een keer alles op een rijtje te zetten. Ik ben heel blij dat we dat hier doen. Brussel is nog altijd mijn stad en ik hou heel veel van Brussel. En het is heel logisch om dat hier te doen. Dat lees een beetje verder en voilà.